plus d'éclairs, s'il vous plaît. Ik heb tegen mijn eigen gevochten. Je me suis battu contre moi-même. J'ai pensé à ceux, à tous ceux que je voulais absolument revoir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais encore faire. J'ai dit, et je vous le dis comme j'ai dit, parce que je me suis dit la phrase à mi-voix. VDB, tu ne vas pas crever ici. Ik herhaal, het is tegen mijn eigen dat ik heb gevochten. Om de moed en de energie te vinden om blijven te staan. En ze hebben van mij geen traan gekregen. Zijn vrijlating kostte 83 miljoen. VDB staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad dat ik er zo ben uitgekomen. Godzijdank. Dat is vergeten. Ik voel me goed. Van de Boenjans vind ik wel een geweldig persoon als zakenman. Ik hoop wel als marketingstudent later ook wel zo'n geweldige gast te worden. Wat een fantastische zaak. Ik heb een foto van op mijn kamer hangen. Ja, gewoon geweldig. Tof. Ik heb hem op mijn kamer hangen, op een poster. Echt? Ja. Ja, ik ook. Ja, echt een hele toffe gast en al. Als ik u vertel dat er jongeren vooral zijn die posters op hun kamer hangen van u, vindt u jonge dat jonge meisjes vreemd? Ook? Jonge meisjes ook, denk ah, ik. Ja, wel. Dat is zeer sympathiek. Voor een man die niet meer jong is, is het toch aangenaam te zien dat de jongen een waarde rekening mee houden. Dat is zeer sympathiek, dat wist ik niet. Maar, en dus ook jonge meisjes. Ik denk het wel, ja. Het is prima. VDB mag niet klagen. Terwijl hij spoorloos was, heeft het parlement zijn onschendbaarheid in de zaak Asco niet willen opheffen. En de hoorzitting voor de onderzoekscommissie in zaken banditisme verloopt als een fluitje van een cent. Voilà. Donc, je jure de parler sans haine. Je jure de parler sans haine. Et sans crainte. Et sans crainte. De dire toute la vérité. De dire toute la vérité. Et rien, et la rien que la vérité. Dat was door de ganse commissie, ik reken mijzelf daarbij, eigenlijk niet goed voorbereid. Niet zo goed voorbereid als de manier waarop men nu ondervragingen doet in onderzoekscommissies. Met het gevolg dat Van den Boenjans die daar blijkbaar wel zeer goed had voorbereid. Die blijkbaar ook contacten had, en dat was, hij was een politicus, dus die contacten had met sommige mensen binnen die commissie, heeft daar toen inderdaad dat op een onnavolgbare manier gedaan. Maar door het feit dat die feiten nooit degelijk onderzocht zijn, blijft opnieuw die waas hangen. En dat is niet goed voor niemand. Nog voor het onderzoek, nog voor de politiek die eigenlijk toch zou moeten weten wat is er nu precies gebeurd. Maar ook niet voor Van den Boenjans die altijd, wat hij ook mag doen, met die zweem blijft hangen van zou het eventueel niet kunnen waar geweest zijn. In 1994 komt VDB op straat voor het unitaire België, zijn geliefd Belgique à papa. VDB droomt van een ultieme worp naar de burgemeester Sjerp van Brussel. Hij is 75 en kreeg herstel in eer en rechten voor zijn veroordeling in zaken fiscale fraude. Derde keer. Goeie keer. Monsieur Van den Boenjans, oui. U bent wel een echte Brusselaar, hè? Wat... Ja, ik ben een echte Brusselaar. Wat is dat eigenlijk, een Brusselaar? Een Brusselaar, ah, wel. Wij zijn twee ketjes van Brussel. We kunnen geen definitie geven. Het wordt een complete afgang. PSC en CVP keren hun vroegere voorzitter de rug toe. Zijn kiezers laten hem in de steek. VDB wordt met een paar duizend stemmen naar huis gestuurd. Ik heb die strijd verloren. Ik had inderdaad zeer graag burgemeester van Brussel geworden. En ik heb de pretentie te zeggen dat ik een zeker aantal zaken in Brussel had kunnen veranderen. Maar enfin bon, het is zo. Gedaan. Vandaag heeft VDB politiek en zaken voor goed vaarwel gezegd. Hij leeft alleen nog met de herinnering aan zijn rijk gevuld bestaan. En zijn streken, die heeft hij niet verleerd. De oude krokodil.
mijn vriend, dat ziet je toch. In het kasteel waar dat hier zit. Dat ziet je toch aan mijn eigendom. Maar, miljardair. Op zijn minst, op zijn minst. Moet er een standbeeld worden gezet voor VDB? Laat ons ernstig blijven, vriend. Volgende week in Historisch een schets van de politieke carrière van Lumumba naar aanleiding van de parlementaire onderzoekscommissie in België.